beperkingen van de privilegetheorie. Mijn naam is Kees en ik zit deze bijeenkomst voor. En naast mij zit Mirjam Aurach, die nu tijdelijk even in Nederland is. Normaal gesproken zit zij in Engeland, is zij antropoloog aan de Oxford University. En ze vertelde me net al even dat dit verhaal haar perfect in het hoofd zit in het Engels. Dus nog even de vertaalslag naar het Nederlands doen maken, maar dat gaat vast goed komen. Ze gaat een half uurtje spreken. En daarna dan is er alle ruimte voor jullie om met vragen, opmerkingen, bijdragen te komen. En ik geef heel graag het woord aan Mirjam. Dankjewel. Ik ga daar zitten. Ik weet dat we best zijn dat onze kameraden staan. En dat doen we niet. Dus ik hoop dat jullie een beetje kunnen verstaan wat ik zeg. En ook inderdaad als disclaimer. Dit is geschreven in het Engels voor een publicatie, wat hopelijk binnenkort uitkomt, over de voorlopige titel. Maar als jullie betere ideeën hebben, hoor ik het graag. Eerst hoef ik zo te denken, wat is nou precies mijn probleem? Misschien al meteen de inleiding, wat is nou precies mijn probleem met white privilege? Maar dus de voorlopige titel is White Privilege, a deformation of a notion formerly known as racism. Dus dat is eigenlijk mijn argument, dat een heleboel belangrijke suggesties en implicaties rond de white privilege is eigenlijk gewoon een synoniem voor racism, wat een veel breder term is dan white privilege. Het is breder, progressiever, want het is veel dynamischer en het heeft een materiële basis. Het gaat daarbij over geschiedenis, maar het gaat ook over racism in de meer complicated vorm. Interne racisme en racisme op basis van verschillende klasseposities versus white privilege, wat eigenlijk een heel essentialistisch term is. Ik weet ook dat in Nederland het vrij gewoon is dat vaak ook Engelse termen erin gooien en zo. Dus ik ga er even vanuit dat als ik wat Engelse quotes voorlees, dat dat niet zo'n groot probleem is. Mocht het wel zo zijn, mocht je echt moeite hebben, moet je even je hand opsteken. Dan ga ik proberen om het ook samen te vatten in het Nederlands. Ja? Oké, dus ik ben hier een tijdje mee bezig geweest, omdat ik het gevoel had afgelopen paar jaar, terwijl ik ofwel in het publiek zat, zoals jullie, ofwel achter een tafel een platform deelde met andere sprekers, of samen met anderen iets organiseren in de Oxford waar ik woon, Ik ben niet meer institutioneel verbonden aan de universiteit. University of Westminster Research Excellence Forum worden we op afgerekend, dus dat moeten we even hardop zeggen. En daar organiseerde ik samen met de andere studenten en docenten die een beetje links-activistisch georiënteerd was, de Oxford Radical Forum. 3 jaar geleden bij de Oxford Radical Forum was er een bijeenkomst over iets. Maar het begon met een kringgesprek. Het was een soort activiteit. En het begon met de activiteit waar ik nog nooit eerder van gehoord had. En dat heette privilege checking. Dus iedereen moest aangeven wat zijn of haar privilege was. En daarover reflecteren. Ik vond dat zo raar. Ik liep langs. Ik was eigenlijk op zoek naar een andere bijeenkomst, een parallel bijeenkomst. Maar ik vond het echt heel raar, want op een gegeven moment zag ik in mijn ooghoek een Iraanse vriend die daar in die kring stond. En die op precies hetzelfde niveau en precies dezelfde manier als de rest ook zijn privilege moest checken en moest bouncen. Ik had toch al het gevoel van something is wrong here. En dan de facilitator was een witte vrouw. En die mocht geen chair of mediator heten, maar facilitator. Vond ik ook een beetje raar. Dus het was de terminologie rond een aantal activiteiten en een soort van methodologie. Het bleef in mijn achterhoofd zitten. Maar ik deed er niks mee. En op een gegeven moment kwam het terug. Verschillende andere bijeenkomsten. En ik dacht, dus ik hoorde nieuwe termen die we op zich wel kenden, zoals white privilege, maar ook tactieken zoals privilege checking, maar ook weer een nieuw debat rond het gerelateerde, maar net iets andere term whiteness.
Dus ik schudde het een beetje van me af en ik dacht van, nou, dit is gewoon een soort Anglo-Saxon virtuosity waar ik gewoon niks van weet. Dus waarschijnlijk een Amerikaans, Engels, Brits. Maar op een gegeven moment zag ik dat ook mijn vrienden en kameraden in Frankrijk, in Nederland en in België en de laatste paar jaar ook steeds vaker dat soort termen en discussies hanteerden. Ik wilde niks zeggen, omdat ik dacht van, kijk, ik weet wie de derde, de laughing, wij zijn altijd de laughingstock van rechts. Dus als links onderling problemen heeft, of ruzies heeft, of dingen niet met elkaar eens zijn, dan is eigenlijk rechts degene die ermee aan de haal gaat. Dus ik heb gezien bijvoorbeeld hoe rechts ook aan de haal ging met een bepaalde linkse kritiek op linkse fenomenen. En dat wilde ik absoluut niet. Ik wilde niet in zo'n rol zitten dat dit geïnstrumentaliseerd zou worden door racisten of door kapitalisten om heel erg denigrerend te doen over belangrijke discussies rond white privilege. Maar op een gegeven moment vond ik dat het wel belangrijk was om ook te interveneren, want ik zag dat wanneer andere mensen interveneerden met echt hele goede progressieve bedoelingen, dat die geprofileerd werden, vooral online, maar soms ook in discussies, in meetings, als white apologist of als mensen that are suffering from slave mentality. Or people that are unable to de-Eurocentrize. Nou, toen dacht ik van, dit is niet goed, hè. Er moet dus ruimte zijn voor een kritisch debat, maar het moet niet weggezet worden als jouw inability als zwarte man of vrouw om af te komen van je slave mentality. Eigenlijk was dat een beetje een soort van. Dus ik dacht van, dit kan niet. Wat is dat nou? Wat is dat white privilege dan? En waarom heb ik daar zo'n gevoel bij, dat soort van sixth sense, dat hier iets niet klopt? Nou, als je een beetje scratching the surface, als je een beetje kijkt van waar komt dit eigenlijk vandaan, dan wordt het al heel duidelijk dat deze hele discussie, en eerlijk gezegd ook wat ik nog het frappantst vind, de interne verschillen en soms ook de soort van negatieve referenties naar elkaar toe, is bijna exact een kopie van het debat van, wat uitbrak in de jaren 80. Dus in de midden jaren 80, toen begon eigenlijk al het debat over white privilege. En toen zag je al duidelijk dat er een meningsverschil was tussen verschillende progressieve groepen daarbinnen. En ik ben het toen gaan lezen, met name een aantal zeer, zeer scherpe en veelzeggende stukken. En ik denk dat één daarvan zelfs, Sivanandan, dat hij zelfs misschien daarom, of deels daarom, de initiator was van een groundbreaking journal. Dat journal is nog steeds echt groundbreaking en top zelfs in de academische ranking, heet Race and Class. Wat juist de bedoeling was om dat punt te maken van wie die kid op die vibe, race and class, wat is dit voor onzin? Dus er zit een soort van intellectuele traditie en kritiek achter. Ook juist het opzetten van nieuwe journals zoals Race and Class, die een beetje vanuit die periode van de late jaren 70 en begin jaren 80 opgekomen is. Dus eigenlijk wat we zien is een soort van echo van het debat van de jaren 80. En wat we ook zien is dat dat te maken heeft met een bepaalde sociale. Hallo! Dat is mijn nichtje Dieke. Die heeft gisteren bij me gelogeerd, daarom ben ik zo moe. Het is om 5:30 morgens al naast, maar ik wil spelen. En wat ik dus zag was dat de sociaal-economische veranderingen van de jaren 80, die waren zo vergelijkbaar met een soort van relatief gezien sociaal-economische veranderingen nu. Dus toen ontdekte ik al een correlatie. En de correlatie is namelijk dat juist op momenten van sociaal-economische crisis, in de jaren 80, waar Sivanandan over schrijft en anderen over schrijven, was het heel duidelijk, echt, zeg maar, de opkomst en de versterking van Reaganism en Thatcherism, en echt, zeg maar, de afbraak van
bepaalde collectieve rechten en aanvallen, zoals jullie denk ik allemaal wel een beetje weten van de legacy van de arbeidersklasse, de miner strikes, die eigenlijk uiteindelijk neergeslagen zijn. Dus die periode van sociale transformatie, van economische veranderingen, die we natuurlijk ook nu zien, hè, vanaf jaar 2008 ongeveer is het duidelijk, dus de economische crisis, de financiële crisis en een soort van herdefinering van onze sociaal-economische parameters. En die periodes die zijn niet per se altijd hetzelfde in de zin van wat het zegt over het niveau van kritiek en van radicale politiek, maar zijn wel hetzelfde heel vaak wanneer dat samengaat met een verzwakking van de beweging. Dus wanneer je ziet dat en de sociaal-economische transformaties heel erg hard opkomen en tegelijkertijd een periode is van de verzwakking van sociale bewegingen, en dat is natuurlijk ook wel duidelijk de periode geweest in de jaren 80. En dat zien we dus ook nu. Net in het begin van de financiële crisis was hier juist emerging movements, de Occupy Wall Street, de Arabische revoluties, die vonken die het oversloeg naar indignados, et cetera. In Engeland waar ik woonde, de 2010 enorme studentenopstanden, maar echt heftige studentenopstanden, tot het punt van in Londen duizenden studenten en scholieren trouwens, braken af van de main march en liepen naar de Tory headquarters en wilden de Tory headquarters in de fik steken. Ik bedoel, zo was dat was het niveau in het klimaat. En ongeveer 2014-2015 begon dat heel erg in te zakken. Is de sociale beweging een beetje ingestort. En wat je ook ziet is dat de reflectie ook in de Arabische revoluties de counter-revoluties zijn. Dus wat je ziet is in de periode van de jaren 80 waarin je dus duidelijk zie je dat de sociale bewegingen naar beneden gaan en de sociaal-economische transformaties op zijn scherpst ideologisch gevoerd worden, dat dan bepaalde alternatieve politieke, intellectuele tradities opkomen die denk ik te maken hebben met het feit dat we geen raad weten met onze eigen traditionele, klassieke uitleg van hoe je moet vechten tegen onderdrukking en verzet. Want de defeat of the movement heeft bewezen dat dat dus niet werkt. Dus er komen dus alternatieve stellingen naar voren. En dat is denk ik de overeenkomst met de periode nu. Dat we zien dat we komen uit een periode, vooral ja, de middenjaren 2000, heel veel sociale bewegingen, dat was toen volgens mij tophoppen, echt honderdduizenden protesten, demonstranten in verschillende plekken in ik ben zelfs een keer naar Praag gegaan voor iets, ik weet wat het was, IMF, G20, ik weet het. Wat je dus ziet is dat je dus na de eind jaren 2000, en weer een periode van opleving hebt gehad en dan een soort downfall. En ik denk dat die downfall een soort van reflectie is op intellectueel niveau van mensen die zich afvragen of waar we dan voor stonden, wat we dan steeds zeiden. Had dat dan zin? Was dat dan wel waar? Anders waren we toch niet zo, anders hadden we toch geen defeat meegemaakt. En dat is precies dezelfde, denk ik, combinatie waarbij vooral, ik denk vanaf 2014, correct me if I'm wrong, maar ik denk vooral vanaf 2014 het idee van white privilege en whiteness echt ook populair begint te worden. Het heeft natuurlijk altijd al bestaan, vanaf de jaren 70, maar vooral juist. Dus ik denk dat het een hele belangrijke observatie is, omdat het ook zegt dat onze theorieën en onze interpretaties van theorieën erg ook afhankelijk zijn. Erg, niet zozeer afhankelijk in een deterministische manier, maar in een soort van dialectische manier erg een reflectie ook zijn van de algehele mood en stelling waarin we zitten. En het is voor mij, ja, ik blijf erop doorgaan, omdat ik het zo fascinerend vond om te graven en dan die stukken van de jaren 70 en 80 te vinden en zoveel herkenning te zien in de debatten die er toen waren. Maar wat er toen wel was, was keihard kritiek over white privilege en whiteness theory, juist vanuit de zwarte radicale beweging. Dat vind ik zo apart. Dat is dus nu niet het geval. Ik denk dat er zijn nu enkele individuen
En ik denk dat dat misschien te maken heeft met wat ik aan het begin zei, dat zodra je een soort van kritiek ook uitbrengt over iets wat van buitenaf heel erg duidelijk een soort van antiracistisch discours lijkt, dan word je eigenlijk een beetje gezien als white apologist, of the inability to de-Europeanize. Maar wat je dus ziet is dat in de jaren, zelfs al eerder in de jaren 60, 70, 80, en het best wel heel scherp hard kritiek vanuit de zwarte radicale beweging is. En ik denk dat het goed is om daar misschien ook een voorbeeld van te geven. Omdat het eigenlijk conceptueel laat zien wat precies het probleem is met white privilege. En dit is een quote van Sivananda uit 1985. En de titel is The RET and the Degradation of the Black Struggle. The working class, as a consequence, was ripped of its richest political seams. Black, feminist, gay, green, etc., and left, in the name of anti-economism, became a prey to economism. Dus wat hij zegt, in de naam van anti-economism, wat dus betekent eigenlijk, ja, die radicale politiek van jullie, dat was allemaal zo reductionistisch. Class reductionism, economism. De radicale linkse kritiek is eentje die uitgaat van een sociaal-economische analyse, waar je mee begint en waar je mee eindigt. En waarin race en anti-racism geen equal plek heeft. Dus uit naam tegen die anti-economism halen we dus die verschillende elementen, black, feminist, gay, green, etc., halen we eruit. Maar wat hij zegt, wat het eigenlijk doet is, doordat ze uit zeg maar een algehele framework die verschillende identiteiten heeft gefragmenteerd, is het juist een prey geworden tot economism. Een prey, een doel, een slachtoffer van economism. En wat heel erg belangrijk is hierbij, is dat hij dat analyseert door aan te geven hoe anti-racism beleid en politiek als grassroots, die geïnvesteerd heeft in die soort van privilege theory in de jaren 80, onderdeel werd van eigenlijk officieel beleid. Wat je dus krijgt is dat je juist in de jaren 80 allerlei nieuwe vormen van multicultureel beleid gefocust op de verschillende compartimenten van identiteit. En dat is met name etnisch. Dus wat je krijgt is dus geen black identity meer. Wat je dus kreeg, vooral in Groot-Brittannië, is dat je dus Asian, Caribbean, je verschillende soorten sub-identiteiten. En het was eigenlijk onderdeel qua beleid van een soort ook weer herformering van staatsbeleid en het opbreken van de verschillende maatschappelijke groepen die eigenlijk heel dreigend waren, want er waren in de jaren 80, in diezelfde periode waar we het over hebben, hele grote uitbarstingen van verzet. Jullie een beetje de geschiedenis kennen van de Britse, maar heel, heel interessant, Brixton, maar ook Nottingham en verschillende groepen, verschillende ervaringen in de jaren 80, wat duidelijk voor de staat aangaf van these people are serious. En het waren United Fronts, most of the time. Dus hij, wat Sivananda eigenlijk aangeeft, is het is niet toevallig dat er een soort theoretisch alternatief model van privilege komt, waarbij uitgegaan wordt van je individuele kenmerken en karakteristieken als een kritiek op de soort van reductionist race and class analysis, dat het niet toevallig is dat het ook in dezelfde tijd beleid is geworden en dat het ook juist in dezelfde tijd heel erg gesubsidieerd is. En voor mij, ik probeer dan te kijken van oké, wat zegt dat over nu? Ik denk dat er grote verschillen zijn en overeenkomsten natuurlijk. De overeenkomsten zijn denk ik duidelijk waar ik sta. En het verschil is natuurlijk zo dat het 30 jaar na de jaren 80, na 30 jaar na het neoliberale afbraakbeleid, heeft de staat dus eigenlijk niet eens meer nodig om een specifiek beleid op te zetten waarmee onze sociale bewegingen en eisen opgebroken worden. Na 30 jaar van een bepaald soort neoliberal economist discours hebben we het eigenlijk deels al overgenomen. Wij hebben deels een bepaalde
framing geïnternaliseerd. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de soort van terminologie wat er nu gehanteerd wordt, ook vaak in politieke bewegingen, in politieke groepen, zie je dat een heleboel termen eigenlijk veranderd zijn. Hè. Dus een heel goed stuk wat ik jullie zou aanraden. Ik vind een heel goed artikel van iemand die heeft gekeken naar wat zijn nou de termen van wat waren de termen van de Black Power Movement. En wat zijn de termen nu die eigenlijk een beetje hetzelfde proberen aan te geven. Hè? Dat je bijvoorbeeld solidarity wordt allyship. Black wordt identity. Resistance wordt awareness. Dus hij heeft een heel belangrijk soort van typologie gemaakt van de kind of de termen die wij ook bijna onbewust overnemen. Wat heel erg de termen zijn van een soort van public relations, commercial, neoliberal denken. Dus overal, als we kijken naar de white privilege theory zoals die opgekomen is, en het is natuurlijk opgekomen ten eerste als verzet, als respons, als terechte kritiek tegen het white establishment. Het is opgekomen en het is daarom ook deels een belangrijke kritiek en die ik ook deels deel. Ik ben het namelijk niet eens met delen van links die heel erg paternalistisch reageren en heel erg dismissive. White privilege, you don't know what you're talking about. Ik vind dat is onderdeel van het probleem. Want waar het eigenlijk vandaan komt, de behoefte om termen als white privilege te gebruiken en whiteness, is volgens mij, at least van mezelf en ik denk voor niet-witte mensen, juist de woede over de weigering van het white establishment om racisme te erkennen. Dat racisme gewoon als basisprincipe niet erkend wordt. Ja? Dus als men jou gaat uitleggen van nee, dat is geen racisme, dat is dit, dit en dit, dan is jouw soort reflex is dat van that's white privilege. Ja, omdat jij hoeft geen racisme mee te maken, dus jij, you can afford. Dus het komt juist vanuit, denk ik, een behoefte om verzet te uiten tegen de incapaciteit en de weigering om racisme te erkennen. En ik denk dat dat een lange geschiedenis heeft. En ik denk dat we dat moeten erkennen. Als links, als progressief, wit, zwart. Als we daar niet mee beginnen, dat we zeggen white privilege komt vanuit het verzet tegen het feit dat honderden jaren en honderden, duizenden mensen om ons heen niet eens erkennen dat er zoiets als racisme is. En inderdaad, als je kijkt naar de rol van zwarte mensen in bijvoorbeeld linkse partijen, dan is dat altijd een soort van tension geweest. En wat ik denk dat het grote verschil is, is dat die tension in progressieve tijden van opleving leidt tot een bepaald, bepaald debat, een bepaald, hoe noem je dat, uitwisseling van ideeën, wat beide kanten omhoog trekt, wat beide kanten radicaler maakt. Op momenten van dat de beweging naar beneden gaat, zie je dat deze debatten en meningsverschillen elkaar niet radicaler maakt, to think outside our own box, maar juist naar beneden haalt. En het grote voorbeeld van mij is de brief van de soort van afscheidsbrief van Aimé Césaire aan de Communist Party, waarin hij zegt, en hij is heel kritisch, de brief zelf, echt, het is een fantastisch archival material. Hij is heel hard over de partij, de Communist Party, over de Fransen en hun Franse ethiek van universalism. En hij zegt, I believe I have said enough to make it clear that it's neither Marxism nor communism that I am renouncing. And that it is the usage some have made of Marxism and communism that I condemn. That what I want is that Marxism and communism be placed in the service of black peoples and not black peoples in the service of Marxism and communism. That the doctrine and the movement would be made to fit man, not man to fit the doctrine of the movement. And to be clear, this is valid not only for communists. Dus wat hij eigenlijk hier aangeeft is heel hard. Wij zijn niet jouw tools.
We zijn geen entourage, wat je vaak bij linksop ziet. Haal eventjes een allochtoontje erbij. En misschien een vrouw met een hoofddoek. Beter voor de foto's. Beetje prop. Weet je, we are not there in your service. Jij hoort daar te zijn van, want wij zijn hetzelfde. We are us. Maar dat hij wel heel duidelijk maakt, dit gaat niet over dus Marxism of communism. En dit is niet alleen een taak van communist. Dus eigenlijk een dubbele kritiek. En die dubbele kritiek, die is heel interessant als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de jaren 70. Toen white privilege, of white supremacy, wat eigenlijk een beetje de neef, nicht, ik weet niet of het feminine of masculine is, van white privilege, eigenlijk een beetje dood ging door de opkomst van de radicale zwarte beweging. Die interne dubbele kritiek zie je duidelijk bijvoorbeeld bij de opkomst van de Black Panther Party en vooral de radicalisering door Malcolm X. Die begonnen op een gegeven moment, die hadden een bepaalde analyse ontwikkeld over hun strijd en over de condities waarin ze zitten, die duidelijk heel materialistisch is, right? Het is dus kapitalisme, imperialisme en de legacy of colonialism en racism is one. Dit kan je niet compartimentaliseren. En zij waren natuurlijk eigenlijk tegen draad, ze stonden tegenover een andere stroming van de zwarte beweging, die meer gekenmerkt werd als black nationalist. Hoe mensen zoals bijvoorbeeld Fred Hampton dat omschreven, was, en als je kijkt naar de beschrijving van wat hij omschreef, is het eigenlijk heel erg een beetje hetzelfde als wat je nu ziet, hoe delen van de decolonial movement eigenlijk de theorieën van white supremacy overnemen. Wat hij eigenlijk zegt is, voor ons is dat black bourgeoisie. Bourgeois nationalism. Dat is een soort van een laag van analyse, wat alleen de basis herkent en niet verder gaat. En hij zegt in reactie op de zwarte beweging die het juist wil hebben alleen over white supremacy, whiteness en we moeten ons segregeren, et cetera. En ook de black movement die heel erg op het punt stond van whites cannot have a place in our movement. Dus dat is ook heel erg natuurlijk het idee van ja, wie organiseert wat. Zegt hij, and when I talk about the masses, I'm talking about the white masses, I'm talking about the black masses, I'm talking about the brown masses, I'm talking about the yellow masses, I'm talking about all those masses too. We've got to face the fact that when some people say you fight fire best with fire, we say you put fire out best with water. We say you don't fight racism with racism, we're gonna fight racism with solidarity. We say you don't fight capitalism with black capitalism, you fight capitalism with socialism. En dus wat je zag inderdaad, is dat dat moment, omdat het juist ook een moment was van, sterke, hele dynamische beweging, het is een korte periode trouwens, heel triest genoeg, ik heb net biografie van Assad Ashakur gelezen, het is een hele korte periode van echte radicale strijden, het gevoel was van we are winning. Op dat moment krijg je dat soort debatten, waarin echt gewoon de woordvoerders van de verschillende stromingen tegen elkaar ingaan. En als ik dan nu bijvoorbeeld lees, met groeiende verbazing, lees ik dan een soort van interpretatie bijvoorbeeld in Nederland van organisaties, ik weet niet of het organisaties zijn of eenmanspartijen of groepen, decolonize the mind. Waar ik een stuk las waarin stond dat antiracisme is met name de prioriteit van zwarte mensen. En daarom dus een strategie van onze organisatie. En anticapitalisme, dat is meer de site van resistance, van socialisten, van witte mensen. Als ik dit lees, dan denk ik van, je hebt geen idee. Dus eigenlijk van die legacy, van die zwarte radicale legacy, voor wie de scheiding tussen race en class en anti-capitalist kritiek als part of anti-racist kritiek eigenlijk nooit het dilemma was. Dat de reden is waarom ze zoveel nieuwe jonge leden hebben aangetrokken. Met andere woorden wat ik eigenlijk zeg, het is een false dichotomy. Het is een dichotomy that never existed. Als je kijkt naar de origin van de term white privilege,
nog zo'n ontdekking, dat ik denk van, nou zeg, waarom is dit niet gewoon meteen onderdeel van de beschrijving? Waar komt white privilege vandaan? Je moet dan kijken naar bepaalde kernteksten die in de jaren 70 zijn opgekomen, die, wat ik het meest vreemde vind, eigenlijk zich baseren op een bepaald analytisch model van Webb du Bois, een zwarte marxist uit de Verenigde Staten. En Webb du Bois, die in veel van zijn werken bekend is, maar onder andere als argument opbracht dat zwarte, het gaat dus om wages, weet je, het gaat dus om privilege around wages. Hij zegt dus dat zwarte arbeiders krijgen lagere wages. Dat creëert een soort van supremacy bij witte werkers. Dus witte werkers, ondanks het feit dat ze exploited worden, wat ze dan krijgen is een soort van valse increase in their wage. Wat eigenlijk vals is, dat is gewoon eigenlijk een soort idee dat ze superieur zijn aan de zwarte. Ja? Dus hij zegt van zwarte en witte werkers, arbeiders worden aan elkaar gehouden door het feit dat de ene krijgt minder dan de ander, maar ook de ander krijgt daardoor het gevoel dat ze meer waard zijn. Maar in Webb du Bois' lezing, zijn interesse om dit te analyseren was juist om te kijken in hoeverre kun je dit doorbreken om juist die eenheid tussen zwarte en witte arbeiders wel te kunnen verwezenlijken. Die eenheid tussen zwarte en witte arbeiders wordt verbroken door racisme. Juist racisme is een soort verdeling weer. Dus zijn idee was niet om dat te analyseren, om te zeggen, zie je wel, wij zijn zwart, we zijn altijd onderdrukt, jullie zijn wit, jullie profiteren van onze onderdrukking. Zijn hele punt was juist, hoe overkomen we dat dilemma? En in zijn werk laat hij heel veel voorbeelden zien van strijd van zwart en wit. Hij laat heel veel case studies zien van klein, kort, maar wel belangrijke case studies van arbeidersstrijd van zwarte en witte Amerikanen, die juist wel in staat zijn om dat te doorbreken. Dus they are able to overcome their xenofobia and what have you. Dat deel van zijn analyse wordt niet overgenomen in de discussie over whiteness en white privilege. Het enige deel wat wel overgenomen wordt is white workers ze krijgen een vorm van supremacy door het idee dat ze hoger op de ranglijst staan dan zwart. En ik denk dat het echt belangrijk is om daar heel hard over te zijn. Van als je de ideeën, de filosofieën van Webb du Bois wil gebruiken voor whiteness, dan moet je dat ook wel in zijn complete analyse doen. Waarin zijn conclusie juist tegenovergestelde is van de conclusie die heel erg vastzit in white privilege. Namelijk dat we verschillende essentiële kenmerken hebben op basis van onze kleur of nu zelfs onze etniciteit. En als soort van leestip, wat mij heel erg geholpen heeft, raad ik heel erg aan Kianga's artikel te lezen. Zij heeft een heel goed analyse gemaakt, een deconstructie gemaakt van hoe Webb du Bois gebruikt is in de verschillende termen rond whiteness en white privilege. Kianga Taylor Yamada. Hele interessante lezing van Webb, een herlezing van Webb du Bois. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, want als je kijkt naar de origine van white privilege, wat eigenlijk komt vanuit zeg maar, het werk van David Rudiger in de jaren 90, maar daarvoor al van Noel Ignatin en Ted Allen in hun 1976 artikel White Blind Spot, dat is de basis van white privilege theorie eigenlijk geworden. Dat White Blind Spot artikel van Allen en Ignatin, die dus eigenlijk onvolledig en heel selectief Webb du Bois toepassen in hun analyse van privilege. Dus om, denk ik, naar een soort van einde te gaan. Als ik wil begrijpen wat white privilege en whiteness nou eigenlijk is, als ik naar de origine ga en de source, ja, eigenlijk ben ik dan al niet meer tevreden.
Want het blijkt dat een heleboel soorten eigenlijk helemaal niet eens kloppen. En als ik dan zelf verder denk van oké, wat is er dan aan whiteness of white privilege wat ik wel kan gebruiken? Waar ik wel misschien iets mee kan doen? Dan zeg ik, ja, ik denk dat het nuttig is. Omdat het een soort van constante reminder is dat racisme de basis principe en uitingsvrijheid niet eens erkend wordt door het white establishment. Dus dat het niet erkend wordt als racisme is een belangrijke, denk ik, source om white privilege te zien groeien en to forgive it. Klinkt misschien paternalistisch, but I forgive it. Denk ik van nou, ik denk dat 90% van de motieven waaruit komt vanuit van you don't even acknowledge my oppression, waarom moet ik jou... Maar dat niet voldoende is. Ik denk dat niet voldoende is. Ik denk dat je juist als je denkt dat je een activist bent, of je wilt een activist zijn, jouw punt, jouw doel is juist om dan verder te gaan. Om te zeggen, oké, I understand, but... En ik denk dat er twee belangrijke punten zijn die, denk ik, mij motiveren om daar vrij rejectionist over te zijn. Ten eerste, heel praktisch, wat het zegt over organiseren. White privilege heeft een bepaalde manier van denken teweeg gebracht die, denk ik, de kern... nood van solidariteit afbreekt, namelijk eenheid. Het heeft een hele andere definitie aan solidariteit gegeven op basis van subjectieve ervaringen, van wat jij subjectief als individu, als witte of als zwarte, wel of niet nooit zult begrijpen. Because you're never going to really understand the racism because you're black, you're white. Dus er is een bepaalde manier van solidariteit in de beweging. We hebben het gezien met Black Lives Matter. By the way, dit is een reden geweest waarom er heel veel discussie in Black Lives Matter zelf is. Echt een meningsverschil over de strategieën en tactieken. Een van de voorbeelden kennen jullie denk ik wel. Whites cannot become racist, they can be allies. And that we can march together, but they have to be in the back. Dus so whites moeten in de back. En pas als er een confrontatie misschien is met de politie, dan is de... De zin kennen jullie wel. Whites to the front. Whites to the front. Ik denk dat dat helemaal niks te maken heeft met de radicale interpretatie van solidariteit. Waar je juist uitgaat van eenheid en strijd. En uit een soort ook begrip van... Ja, het is één ding dat de racistische politie zwarte jongens en vrouwen vermoordt op straat. Het is iets anders of de zwarte en witte politie een witte demonstrant niet gaat knuppelen. Want dat zijn twee hele verschillende dingen. Dus op het punt van tactiek denk ik dat het een kwalijke gevolg heeft op ons begrip van solidariteit. Dus als we verder willen gaan met white privilege, als we dat nog steeds willen gebruiken, dan moeten we in ieder geval met elkaar eens zijn dat degene die dit gebruiken en een bepaalde interpretatie van solidariteit en eenheid naar voren brengen, die ik denk ik, reactionair vind, moeten tegenhouden. Je nou voor wat hoort, wat wil je dat gebruiken? Dan moeten we het in ieder geval op zijn progressief gebruiken. Het tweede punt dat ik belangrijk vind om aan te geven bij white privilege, is dat het een hele verkrampte idee ook heeft over onze subjectivity. Wat zijn wij? Zijn wij meer dan onze kleur? Zijn wij meer dan onze specifieke kenmerken? White privilege is doorgewerkt in andere delen van de beweging. En wat je ziet is dat het ook dezelfde epistemologie, dus dezelfde idee van... die kennis vandaan komt, is gekopieerd in andere delen. Dus je hebt disability movement, anti-racist movement of course, maar allerlei soorten gender, LGBT, die allemaal nu uitgaan van een soort van privilege denken. Wat natuurlijk in de praktijk heel moeilijk is. Voor mij is het heel moeilijk. Ben ik een zwarte vrouw? Ben ik disabled? Moslim? Weet ik veel. Hoe denk ik aan, in termen van hiërarchie, over samenwerken en... en allies. Die essentialistische kenmerk van white privilege, denk ik, is ook heel problematisch, omdat het ons eigen black legacy negeert en downgrades. Wij hebben juist een black legacy. Als we kijken naar het werk, de werken van juist de jaren 70 en begin de jaren 80. En ik raad echt mensen aan om gewoon weer te gaan
graven in... Ik ben best wel ignorant. Ik heb pas de afgelopen 3 jaar echt pas gelezen. Walter Rodney, César. Echt die kolonialisme in het echte progressieve term van het woord. Niet die kolonialisme zoals ik die nu hoor. Socialism is for you, anti-racism is for us. Maar die kolonialisme van Cabral, van Walter Rodney, maar ook de ideeën van Dubois, waarin juist uitgegaan wordt van een optimistische visie op onze subjectivity. Waarin juist het idee van strijd en verzet ook gezien wordt als de stage waarin je jouw eigen subjectivity kunt overstijgen. Dus zwarte kunnen wel degelijk radicaal antiracistisch worden. Dit is doorgewerkt in andere bewegingen in de jaren 70. Daar kwam de Black Feminist Movement uit. Die kwam juist uit van, wait a minute, we need to talk about racism within our own black movement. En dat het juist uitging van, hey, we can overcome our subjectivity. Dus wat die black radical legacy had aan filosofie, wat uitging van een optimistische stage, vanuit je privilege en vanuit je exploitatie toch naar een overkomst, zie je dat white privilege vandaag uitgaat van de pessimistic interpretation van die subjectivity. Je kunt nooit je eigen identiteit en positie overstijgen en daarom moeten we scheiden. Ik denk dat dat twee hele belangrijke kenmerken zijn. Wat doet white privilege met onze strategieën en tactieken in de beweging? Daar moeten we open over zijn, daar moeten we hard over zijn, daar moeten we echt eerlijk over zijn. En wat zegt het eigenlijk op een filosofische manier over het begrip subjectivity? In hoeverre zijn wij in staat om die subjectivity te overstijgen? En ik denk dat dat voor mij de ontdekking, dat er al zoveel zwarte intellectuelen waren, mannen en vrouwen, voor mij en voor ons, die het al lang al daarover hebben gehad en met elkaar over in discussie zijn gegaan en daar prachtige stukken over hebben geschreven, bevestigt voor mij eigenlijk dat deze discussie op dit moment plaatsvindt in een periode van overal down, zwakte van de beweging, en dat we daarom die zwakte emphasis hebben. Ik denk dat het belangrijk is voor ons om die sterke kanten van die beweging in de geschiedenis weer naar voren te halen, zodat we ons elkaar strategieën en tactieken kunnen versterken. Want ik weet dat soms is het goed om simplistische analyses te hebben. Ik vind de white privilege vooral heel simplistisch. Het is makkelijk, het is compatible. Maar onze beweging is niet simplistisch, onze strijd is niet simplistisch. En ik denk dat onze verzet al veel minder simplistisch is. Dus als we het willen gebruiken, moeten we het op een eerlijke manier kritisch benoemen. Maar het liefst, denk ik, moeten we het gaan hebben over wat is het verschil tussen white privilege en racism. Daar begon ik mee. Eigenlijk, in de meeste voorbeelden die ik gezien heb, is het een synoniem voor racism. Maar dan op een beperkte manier, vanwege die twee kanttekeningen die ik net noemde. Dit is een beetje all over the place, maar ik hoop dat dit stuk binnenkort uitkomt. Ik denk dat het het begin van de discussie is. Want ik denk dat we nu wel een beetje uit een periode komen van... Ik hoop dat we nu uit een periode komen, en ik spreek ook als zwarte antiracist, van een soort van emotional blackmail. Ik denk dat het tot nu toe heel erg was van, hey, that's white mentality, that's the inability to rid yourself of your slave mentality. Ik denk dat we daar nu een beetje uitgekomen zijn en dat we nu een soort eerlijker debat kunnen hebben. Ik wil heel graag van jullie horen wat precies in Nederland, what the fuck, weet je. Als ik dan dingen lees over Sunit Bergman en white spelling, wat gebeurt hier? Dat wil ik ook graag in de discussie horen, maar misschien dat ik ook inmiddels biased ben door een Anglo-Saxon interpretatie. Dankjewel, Mirjam.